Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En jullie zullen wel denken, wat zie je er opgemaakt, opgetut en alles uit deze maandagochtend. Ik heb net een video gefilmd, een kerstlook video voor 2020. Want die wil ik eigenlijk woensdag of deze vrijdag online hebben. Ik had volgens mij in mijn vorige weekvlog verteld dat ik zelf bruiner ging uitproberen. Nou, dat kan je wel zien dat dat is gelukt. Heel mijn hand zit ook onder. Het is iets oranje uitgepakt dan ik dacht. Ik heb hier ook een vlek in mijn nek. Ik had het dus niet goed uitgesmeerd. Dus ik hoop dat dat nog wel een beetje weggaat. Maar ik ga deze make-up er nu even afhalen. Want het is natuurlijk veel te heftig voor... Nee, ik ga ook even mijn ring erop uitzetten. Het is natuurlijk veel te heftig voor de maandagochtend. Dit kan natuurlijk echt niet. Dus ik ga het er eventjes afhalen. Het is nu volgens mij 10:30 of zo. Maar het is echt nog mega donker buiten. Het is echt zo'n vieze grauwe dag vandaag. Maar vandaag komen Lynn en Stacey hierheen. Rond 10:30 volgens mij. En dan gaan we gewoon lekker film kijken, eten. Gewoon lekker niks doen. En ik heb ze al een tijdje niet gezien, dus dat vind ik gezellig. Het was trouwens deze zelfruimer die ik heb gebruikt van Ten Deluxe. Die heb ik al... Als die even scherp is, zal het zo fijn zijn. Deze had ik van ze gekregen. En er stond op 1 tot 4 druppels. Maar het is light to medium. Dus ik dacht, nou, ik kan wel 5 druppeltjes doen. Nou, je ziet het. Geen 5 druppels doen als ze zeggen 4. Maar ik denk dat het er over een paar dagen wel weer af is. Althans, ik hoop dat het er met kerst wel weer een beetje af is. Ik ga nu gewoon eventjes mijn make-up eraf halen. Want ik vind make-up op toen heel leuk. Maar... Voor op een maandag vond ik dit wel een beetje heftig. En laat ik gewoon lekker alleen mijn wenkbrauwen en mijn mascara zitten. Oh, mijn camera is leeg. Ja, logisch ook. Ik heb net een uur zitten filmen. Oké, ik ga eventjes mijn camera aan de oplader doen. Make-up eraf halen. Zo, je ziet gelijk mijn wallen naar boven komen. Camera aan de oplader doen. Make-up eraf halen. En dan ga ik eventjes een paar pakketjes op de post doen die ik heb verkocht voor Fiora. Want dan is de kans nog groot dat mensen het voor de kerst in huis hebben. En dat is wel fijn. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Oké, we zijn een aantal uurtjes later. Of een aantal uur, dus nu 1 uur ongeveer. En om 10:30 zou Lynn en Stacey natuurlijk komen. Alleen dat gaat niet door. Omdat iemand waar ik afgelopen weekend nog mee ben geweest. Is in aanraking geweest met iemand met corona. En die heeft nu zelf klachten. Dus die gaat zich nu zelf laten testen. Maar... Ik ben ook best wel een beetje verkouden en last van mijn keel. Een beetje hoesten sinds vanmorgen eigenlijk. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen ga ik ook straks een test doen. Ik weet nog niet of diegene zeg maar waarmee ik ben geweest, die heeft ook vandaag een test. Dus ik weet die uitslag nog niet. Maar ik doe liever ook gewoon gelijk zelf een test. Dan dat ik eerst nog op die test moet wachten. Dan eigen afspraak moet maken. Uitslag moet wachten. Het is nu 1 uur en om 3 uur heb ik dus een afspraak in Rotterdam om het te laten testen. Dus vandaar dat Lynn en Stacey ook niet doorgaat. Want ja, het is volgende week kerst. Morgen zou ik natuurlijk afspreken, of natuurlijk, morgen zou ik afspreken met Esmee Geel om lekker samen te filmen. Maar ja, dat is nu ook eventjes kijken of dat wel of niet kan doorgaan. Ik hoop dat we de uitslag snel hebben. Het wordt trouwens wel de eerste keer dat ik überhaupt ga testen, dus... Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar goed. Het is vandaag dinsdag en ik heb de uitslag van de coronatest. Die is negatief. Maar degene waarmee wij geweest zijn, die heeft ook de uitslag en die is wel positief. Ik heb diegene vrijdag gezien. En je kan natuurlijk 5 dagen daarna nog klachten krijgen. Dus ik heb voor de zekerheid van morgen ook nog een afspraak gemaakt om te testen. Want morgen is het 5 dagen later. Dus dan weet ik zeker of ik het wel of niet heb. Kijk, het is natuurlijk donderdag, vrijdag, zaterdag, kerst. En mijn opa en oma die komen ook. En of kerstavond gaan we naar mijn opa en oma. En dan wil ik wel gewoon zeker weten dat ik daar zonder corona zit. En kijk, nu heb ik zoiets van, heb ik het wel, heb ik het niet. Want ik heb wel nog last van mijn keel. Verkouden, gekke spierpijn in mijn rug. Ja, weet je, dat spierpijn kan natuurlijk ook van wat anders komen. Maar het zijn wel allemaal kleine... Ja, symptomen van corona. Dus dan wil ik me liever gewoon voor zekerheid eventjes voor een tweede keer laten testen. Dat ik van de week met kerst gewoon zeker weet van oké, ik zit hier veilig en ik kan niemand aansteken. En al helemaal natuurlijk omdat diegene met wie ik ben geweest het nu wel heeft. En ja, misschien was mijn test van gisteren gewoon iets te vroeg. Dat kan natuurlijk. Dus vandaar dat ik morgen nog een keer ga. Ik zou vandaag met Esmee Geel afspreken, maar dat hebben we maar eventjes verplaatst naar maandag. Hopelijk kan het maandag wel doorgaan, heb ik geen corona. Maar het leek ons bijna gewoon niet slim om vandaag af te spreken natuurlijk. Ook al ben ik negatief, je weet het maar nooit. Ik wil nu eventjes proberen een
video van een samenwerking op te slaan op mijn telefoon. Want ik moet de Instagram TV plaatsen, maar het lukt me gewoon niet om hem op te slaan. Dus dat ben ik eigenlijk wel heel de tijd aan het proberen. Ik heb trouwens deze trui aan van de Bershka en gewoon een sportlegging. Verder ga ik vandaag eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik wilde heel misschien die keratinebehandeling in mijn haar gaan doen, omdat ik die spullen natuurlijk boven heb liggen. Dus misschien dat ik dat vandaag ga doen, maar dat ga ik nog eventjes kijken. Eigenlijk zou ik morgen roon ernaast gaan doen, keer ernaast gaan doen, sporten. Maar ja, keer gaat ook een coronatest doen, die is hem wel vandaag. Want die is ook vrijdag met ons geweest, dus ja, die gaat ook een test doen. Dus ik hoop natuurlijk dat we het niet hebben, maar gewoon eventjes... Voor de zekerheid. Gisteren trouwens heb ik na die coronatest ook niet meer gefilmd. Het was alleen een test in mijn neus. En ze zeggen dat het dus een sneltest is. En dat die dus minder zeker is of zo. Dus misschien... Ja, ik heb geen idee. Ik wil gewoon voor de zekerheid nog een test doen. Ik heb nog een paar schoenen dat ik wil verkopen. En dat zijn namelijk mijn Alexander McQueen's. Die zijn niet helemaal nieuw. Die heb ik wel een aantal keer gedragen. Ik ga ze er even bij pakken. Die heb ik in 2018 gekocht. En dat zijn... Deze. Dit zijn mijn Alexander McQueen's in de maat 35,5. Maar ze vallen als een 36. Ik heb van mezelf eigenlijk altijd schoen met 36. En van deze heb ik dus een 35,5. Ook deze zullen op mijn Night Wardrobe staan. Dus stuur er ook eventjes een berichtje voor als je interesse hebt. Dus dat zijn deze. Kijk, ze zijn wel gedragen, maar zoals je ziet niet veel. Er kwam net een pakketjesbezorger aan de deur. Met hele mooie bloemen. Allemaal... witte roosjes, dus die ga ik zo meteen eventjes in een vaasje zetten. Ik heb daar nog een vaas. En deze tas van Chloe. En er zit dus een parfum in die ik dus van hen heb gekregen. Ik heb hem al eventjes opengemaakt en geroken, maar hij ruikt echt heel erg lekker. Ik weet niet, het is de Chloe Eau de Parfum, maar er staat verder geen naam op of zo van deze geur. Maar hij ruikt echt heel erg lekker. Best wel grappig dat ze dat dan gewoon een soort van persoonlijk aan je deur komen brengen. Ik heb geen idee welke geur dit is. Er staat gewoon Natural Spray Chloe Eau de Parfum. Maar deze heb ik dus gekregen. En er was net ook een pakketje binnengekomen van Bayou's Fashion. Die zal ik ook wel eventjes aan jullie laten zien. En dan was er dus nog een pakketje van Bayou's Fashion. Een extraatje leuk voor de feestdagen. Top met shoulder pads. Liefst veel plezier ermee. Dus eerst heb ik dus als extraatje... deze top gekregen. Een beige top met glittertjes erin. Voor de feestdagen. Die is er dus extra bij gedaan. Dan. Deze broek heb ik er al zelf uitgekozen. Dat is een latex broek. En ik vind dit de laatste tijd dus echt heel erg leuk. Met een paar sneakers eronder ofzo. En deze heeft dus ook een split aan de onderkant. Wat ik dus ook extra leuk vind. En ze zei dat deze dus heel klein valt. Dus ze heeft een 38 opgestuurd. Normaal heb ik een 36, dus ik hoop dat die past. Dat is die. Dan nog een joggingsbroek. En dat is deze. Die ziet er echt heel lekker uit. Een mooi beige kleurtje met een beetje zo'n geribd stofje. In een maatje S. En daarbij ook een bijpassende trui. Ook weer in datzelfde stofje met dat ribbelpatroontje erin. Ook weer in die beige kleur. Deze heb ik ook in een maatje S. En dan nog een paar schoenen. Een paar laarzen eigenlijk. En dat zijn deze hakken. Van die over de knee laarzen. Maar dan met slangenprint. En die vind ik echt heel gaaf. Deze heb ik in een maatje 36. Dus die heb ik allemaal van haar gekregen. Ik zal linkjes ervan in de beschrijving zetten. Ik zal het zo meteen ook wel afjes allemaal aantrekken. Of morgen. Zodat jullie het wat beter kunnen zien hoe alles staat. Maar dat is dus allemaal wat ik weer van Bayou's Fashion heb gekregen. En dus dat parfum. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga deze tas denk ik ook bewaren. Dat vind ik wel leuk. Het is woensdag. En ik heb net een corona test gehad. Nou, een uurtje geleden alweer. Ik lig nu eventjes weer in bed. Het was om 9:15 had ik die test. En aangezien ik vandaag het huis niet uit mag en verder niks ga doen, lig ik weer lekker in bed. Twee andere meiden die zijn ook positief getest op corona. Dus ja, ik weet niet of ik heel veel hoop heb op mijn test. Maar ik was natuurlijk maandag wel negatief. Dus ergens heb ik wel eens iets van, misschien had ik het dan al moeten hebben. Maar ja, we gaan het zien. Vandaag ga ik eigenlijk...
niks doen tot ik de uitslag heb. En zouden vanavond eigenlijk bij Milan gaan slapen. Waar we afgelopen dag dus bij mij hebben geslapen. Omdat, ja, dan krijgt zijn huisgenoten tenminste geen corona. Maar ja, als ik vanavond de uitslag nog niet heb, dan moeten we weer hier slapen natuurlijk. Dat was geen sneltest. Deze keer, vorige keer, had ik echt de uitslag heel snel binnen. Maar en toen moest hij ook alleen door de neus. Nu moest hij door de neus en door mijn keel. En ik vond het niet echt pijn doen eigenlijk. Bij mijn neus kietelde het gewoon heel erg. En bij mijn keel moest ik alleen een beetje kokhalsen. Maar dat heb ik echt altijd. Zelfs als ik mijn tanden poets, moet ik kokhalsen. Dus ja, ik denk ook niet dat ik vandaag iets qua make-up ga opdoen. Ik ga denk wel straks eventjes mijn wenkbrauwen harsen. Of als een beetje voor de kerstdagen, als ik kerst mag vieren natuurlijk. Ja, ga ik gewoon eventjes mijn wenkbrauwen harsen. Ik moet eventjes kijken waar ik dat ook weer heb gelaten. Want ik weet eventjes niet meer waar het staat. Echt als sla in mijn dood. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Misschien een soort nieuwe vier handen op één buik online. Ik ga eventjes kijken. Morgen zou ik eigenlijk ook met Rosa afspreken. Of nou, met Zoe en Rosa. Maar Zoe heeft ook vandaag een test. Dus even kijken of dat door kan gaan. Er staat een nieuwe aflevering online van Vier Handen in Buik met Bibi Breinman. Maar verder is vandaag echt geen boeiende dag. Ik hoop dat ik geen corona heb. Want dan kan deze vlog nog iets boeiender worden. Maar ik ben de afgelopen dagen natuurlijk eigenlijk alleen maar binnen geweest. En naar buiten voor een coronatest, maar verder niet. Dus ja, oké, we gaan eventjes inloggen. Zou ik vanaf nu iedere keer als ik ga inloggen om te kijken of ik corona heb. Corona is echt heel irritant als ik dat zeg. Maar zou ik vanaf nu iedere keer als ik ga kijken in camera aanzetten. Zodat jullie met mij mee kunnen kijken of ik corona heb of niet. Nee. Het is er nog niet. Helaas, helaas, helaas. Ik had nog beloofd eventjes de items van Bijou Session aan te trekken. En dit is dat allereerste pak. Er zit echt mega lekker. Ik heb dus van de broek en van de top beide een maatje S. En wat ik ook altijd leuk vind bij zulke trui is om hem zeg maar zo vast te maken onder je BH-bandje. Dat je een soort van, en nu zie je het niet zo goed, maar dat je een soort van cropped trui hebt. Maar dit is dus het eerste setje. En ik zal ook nog eventjes die latex broek aantrekken. Het is maar goed ook van deze broek een maatje 38 geven. Want ik hoorde hem net al een beetje krakken toen ik hem aantrok. Maar nu zit hij verder gewoon perfect. Ik heb op zich ook nog wel gewoon ruimte. Het trekt nog wel lekker mee. Het is niet strak of zo. Hij is wel een beetje te lang. Maar ik denk dat als ik mijn Dr. Martens eronder aan heb. Of een paar hoge sneakers. Dat hij wel goed moet zitten. Dus dat is de latex broek. En dan heb ik natuurlijk ook nog die laarzen gekregen. Die heb ik gisteren ooitjes aangehad. Maar nog niet aan jullie laten zien. Dus dat zal ik nu even doen. Oké, ik heb nu eventjes de latex lekking erin gedaan. Het ziet er niet heel mooi uit daarom. Maar dan hebben jullie wel een beetje een idee. Dit zijn de laarzen. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ze hebben dus ook zo'n krokodillen printje erin zitten. Gewoon leuk voor met een jurkje, voor met een kerst of zo. Dus dat zijn die. En ik had dus bij de Sarah Sale had ik wat dingetjes besteld. Waaronder deze laarzen. En ik vind ze echt geweldig. Het zijn dus van die sokhakken. Van zo'n sokdingetje om je... Dit zit dan gewoon heel strak om je benen heen. Net zoals een sok. Maar het heeft wel een brede... Wel een smalle hak, maar zeg maar wel een brede hak. En dit schijnt dus heel makkelijk te lopen zijn. Of hoe zeg je dat? Hier kan je dus heel makkelijk mee lopen. De voorkant heeft gewoon een vierkante voorkant. Ik vind het echt heel leuk. En ik heb ze dus in een maatje 36 en ze waren afgeprijsd van €40 naar 26. Dat kon ik natuurlijk niet laten liggen. En ik heb dus ook nog een nieuwe jas besteld en een nieuw joggingpak. Die ga ik wel even laten zien. Ook. Dit is de nieuwe jas. In de vorige vlog of die vlog daarvoor konden jullie zien dat ik een zwarte hele lange jas had. Maar die was echt heel erg lang. En deze is iets minder lang. Hij is ook nog steeds wel heel lang. Maar ik vind deze kleur echt heel erg leuk. Alleen ik twijfel dus. Want ze hebben hem dus ook nog in het zwart. Alleen die is nog steeds niet op voorraad. Maar ik twijfel of ik deze kleur leuk vind of zwart. Ik denk deze wel. Maar kijk. Hij is nog steeds wel echt heel erg lang hoor. Daar niet van. Maar ik weet niet. Ik vind het wel gewoon echt heel erg leuk. Hij is wel ietsjes korter dan die ander. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. En deze is dus maar €80. En er staat dus dat die tot min 20 je warm houdt. Dat is zo'n soort van nieuwe collectie of zo bij de Zara. Maar hij zou dus heel warm moeten zijn. En ik heb dus niet echt een hele, hele, hele dikke winterjas. Dus dit vind ik wel heel erg leuk. Ja, ik denk dat ik deze gewoon lekker ga houden. Ik vind die kleur ook wel leuk. Dus
gisteren eventjes wat make-up op mijn gezicht doen. Want dat heb ik natuurlijk nu ook niet op. Maar ja, ik denk dat ik deze gewoon lekker ga houden. Ik vind hem echt heel erg leuk. Lekker lang ook. Ook leuk met deze trui eronder. Qua kleuren vind ik dat ook wel mooi matchen. Dus dat is die. Het enige is wel dat er heel veel... Wow. Het enige is wel dat er heel veel losse draadjes aan zaten. Maar die moet ik dan gewoon even afknippen. En dan heb ik nog een joggingspak. Ik ga ook even laten zien. Echt heel basic. Het is gewoon een grijze sweater. En een grijze joggingsbroek. Maar ik weet niet. Ergens in mijn hoofd dacht ik, dit kan ook heel gaaf zijn voor een foto met die hakken. Kijk, in het dagelijks leven zou ik dit niet als combinatie dragen. Maar op de foto vind ik deze hakken met dit pak ook wel gaaf. Maar voor het dagelijks leven gewoon apart. Maar dit joggingspak dus. En die was nu afgeprijsd naar volgens mij 15,15 of zo. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat heb ik dus allemaal nieuw de afgelopen dagen. En zijn dat de aanbeelden van Bijou Session. Ik wacht op de corona-uitslag. Keer een dag, maar we hebben hem ook nog steeds niet. En die hadden we gistermiddag. Dus ik denk dat het wel eventjes kan duren. Ik hoop dat ik voor vanavond de uitslag heb. Want ik zou eigenlijk dan morgen foto's gaan maken. Dus ik hoop dat ik de uitslag heb dat ik gewoon kan gaan. Dat zou wel gezellig zijn, maar ja. Nou, het is vandaag donderdag. Ik ga jullie even wat hoger neerzetten. Zoals jullie zien kom ik net uit de douche. Of nou ja, ik heb wel make-up gedaan, maar mijn haar zit nog in een handdoek. En deze meid heeft corona. Donderdag, kerstavond. En wie heeft er corona? Leuk. Ja. Zo zie je maar dat niet altijd de eerste test waar is. Want maandag had ik natuurlijk getest en toen was ik negatief. En nu woensdag heb ik getest en ben ik positief. Dus wacht echt 5 dagen totdat je iemand hebt gezien met testen. Want het kan dus gewoon echt verschil uitmaken. Het kan gewoon echt verschil zijn. Dus ik zit nu lekker in isolatie in mijn kamer. In mijn slaapkamertje. Ik heb net wel eventjes gedoucht en zo. Ik moet alleen eventjes de badkamer schoonmaken. Ik ging wel als laatst douchen. Dat eerst de rest kon douchen en daarna ik. Maar ik moet nu wel eventjes als laatste de badkamer schoonmaken. Maar mijn vader moet nog eventjes schoonmaakspullen boven zetten. Dus ja, ik moet sowieso... Ik ben vanmiddag gebeld door de GGD of vanmorgen. Ik moet sowieso tot maandag binnen blijven. Omdat maandag natuurlijk mijn klachten begonnen. En als ik dan 24 uur klachtenvrij ben, mag ik dinsdag weer naar buiten. Dus dat is fijn. Nog wel voor oud en nieuw. Maar ja, ik heb natuurlijk Miel en mijn vader en Sam ook gewoon gezien. Die hebben vanmorgen een test gedaan. Maar zoals ik zei, wacht echt 5 dagen. Want... mijn vader en Sam zijn allebei negatief. Die hadden zo'n sneltest gedaan. Miu die wacht nog op de uitslag. Maar ze moeten nu alsnog binnen blijven. En zaterdag nog een keer testen. Want ik heb Sam dus maandag voor het laatst van dichtbij gezien. En die vrouw aan de telefoon zei het is 15 minuten binnen 1,5 meter. En bij Sam en mij was dat maandag. Dus Sam kan zaterdag testen. Als hij dan negatief is gaat hij zondag kerst vieren. Het is dan geen kerst meer, maar alsnog. En mijn vader en Miel heb ik wel gisteren nog gezien. Dus die moeten dan maandag testen. Als Miel zo meteen negatief wordt verklaard. Maar dan wordt dus nog eventjes afwachten. Nou, ik heb mijn kerstoutfit aan. Mooie sokken. Ik wil nog eventjes terugkomen op het stukje dat ik net natuurlijk vertelde dat ik corona had. Ik ging net terugkijken, maar ik deed er een beetje lacherig over. Maar dat bedoel ik niet. Maar ik kan er nu maar gewoon het best van maken. Ik moet toch maandag in mijn kamer blijven zitten. Ik kan wel heel de dag gaan zitten piekeren en aan mezelf gaan lopen irriteren. Ja, dat ik corona heb. En dat ik dus geen kerst met de familie kan vieren. Maar daar gaat ook niet heel veel beter op worden. Dus ik probeer er gewoon nu leuk tegenaan te kijken. Nou, niet leuk, maar weet je. Ja, zoals ik zei, ik kan er wel heel de dag om gaan zitten piekeren en... vervelend en bla bla bla, weet ik veel wat. Maar daardoor gaat de corona niet weg. En ga ik me alleen maar kutter voelen. Dus ik kan er maar het beste van maken hier mee in mijn kamer. Ja, Miel heeft dus vannacht ook op de bank geslapen. Want ja, hij wilde ook niet naar zijn eigen huis. Want stel dat hij het heeft, dan besmette hij zijn beste vrienden. Maar hij wilde ook niet bij mij in bed. Want ja, ik had het al. Misschien hij nog niet. We kunnen het nog voorkomen, zeg maar. Dus hij heeft vannacht ook op de bank geslapen. Hij zit nu ook beneden op de bank te wachten op de uitslag. Ben niet in mijn eentje Temptation aan het kijken? Er zitten er nog drie te kijken. Nou jongens, we hebben net lekker met het coronagroepje gefacetimed. En ondertussen Love Island gekeken. Of Love Island. Temptation Island. We hadden hem allemaal thuis tegelijkertijd aangezet. Ik ging met z'n allen facetimen, zodat we ondertussen lekker konden... praten over Temptation. Want we hebben verder toch niks anders te doen. Maar het is nu ondertussen 6 uur.
Ik ben de dag aardig goed doorgekomen. En ik hoor beneden de afzuigkap aanstaan. Dus ik denk dat er ondertussen wat eten wordt gemaakt. We zouden eigenlijk kerstavond vanavond bij mijn oma hebben. Dat gaat nu helaas natuurlijk weer niet door. Maar mijn oma was dus... We zouden dan allemaal kleine hapjes vanavond eten bij mijn oma. En dat is ze nu dus komen brengen. Super lief. Dus we hebben gelukkig wel een soort van kerstdineetje. Maar dan allemaal apart. En beneden ook iedereen op afstand. Nou, het is vandaag eerste kerstdag. En ik ga wel beneden zitten. Maar mijn ouders, of mijn ouders, mijn vader, Miel en Sam, die gaan in de woonkamer en ik ga in de eetkamer. Dus dat is 8 meter afstand. En met een mondkapje op. Oké, ik ga even mijn make-up doen. Daarna mijn cadeautjes laten zien. Maar we gaan straks 30 seconds spelen. Maar ik ga eerst even klaarmaken. Ik hou wel gewoon lekker dit joggingspak aan. Maar ik ga even make-up doen. Even mijn haar doen. Zodat ik er wel nog een beetje normaal uitzie. Oké, ik heb mijn haar en mijn make-up heb ik een soort van een beetje gedaan. Ik had natuurlijk in mijn video gezegd dat ik mijn haar niet meer wilde gaan stylen. Maar ik was eventjes vergeten te zeggen dat dat vanaf de feestdagen is. Met feestdagen wel gewoon. Niet dat ik de kerst zo bijzonder aan het vieren ben. Maar na de feestdagen ga ik de keratinebehandeling in mijn haar doen. En dan ga ik het gewoon niet stylen. Maar mijn haar is wel echt super lekker zacht door al die nieuwe producten. Dus ik hoop dat het mijn haar gaat redden. Maar ik ga jullie eventjes mijn cadeautjes laten zien die ik van mijn ouders heb gekregen, van Miel heb gekregen. Maar ik kan nog niet alles laten zien, want er staan ook nog wat cadeautjes bij mijn moeder thuis. En daar kan ik nu natuurlijk niet heen, dus die krijg ik later. Maar die zal ik dan later wel nog laten zien. Ik weet niet of ik die thuis ga openmaken of dat ik wacht tot ik daar weer kan zijn, zeg maar. Dus moet ik gewoon nog eventjes kijken. Maar dat zal ik dan wel in een van de volgende vlogs laten zien. Of in deze vlog, ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik ga beginnen met het cadeau van mijn ouders. En dat is iets van Dior. Kijk ook even hoe mooi het doosje eruit ziet. Hij is echt prachtig. Het strikje heb ik er ook weer terug omheen gedaan. Ik kan hem wel even openmaken. Ik heb het cadeautje al om, maar voor het idee. Kijk. Zo'n mooi doosje. Tadaa. En wat ik dan van mijn ouders heb gekregen is... deze ring. Het is dus zo'n soort van schakelring. En er staat hier CD. Maar ik ben echt super blij met deze ring. Ik had echt twee ringen die ik echt super graag wilde. Deze en een ander. En ik dacht, oké, als ik nou de één voor kerst vraag en de ander voor mijn verjaardag. Want ik ben 13 februari jarig. Dat is over anderhalve maand. Dus ik ben echt mega blij met die ring. En ja, ik weet het, ik vond ze gewoon allebei zo mooi. En toen dacht ik, oké, ik vraag er gewoon eentje voor kerst en eentje straks voor mijn verjaardag. Want ik denk dat het ook heel leuk is in combinatie met elkaar. Want deze heb ik dan om mijn middelvinger, dat vind ik heel leuk. En die andere wil ik dan hier om mijn wijsvinger. Dus ik denk dat dat heel leuk gaat staan. Dus die heb ik van mijn ouders gekregen voor de kerst, van hun samen. Dan had ik van mijn ouders ook nog een fashion check gekregen, altijd handig. En nog... een doos met allemaal chocola. Echt mega lekker. Er zit echt super veel in. Dus die hebben we alle vier gekregen. Shanna, Sam, Milan en ik. Alleen Shanna is hier natuurlijk niet. Omdat wij met spieren in quarantaine zitten. Dus Shanna krijgt haar cadeautje later. Maar die krijgt ze ook. Ik hoop niet dat je deze video kijkt. Anders heb ik het nu verklapt. Maar oké. Dan heb ik nog twee Bijenkorf cadeaubonnen gekregen. Ook altijd handig. Deze heb ik van mijn oom gekregen en van mijn opa en oma. We zouden gisteravond eigenlijk bij mijn opa en oma kerstavond gaan vieren. Mijn oma woont tegenover ons. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus ze was eten komen brengen. Super lief wat we gisteravond dan hebben gegeten. En ook de cadeautjes. En dat waren dus Bijenkorf cadeaubonnen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Altijd komt dat goed van pas. En dan als laatste heb ik van Miel... een paar schoenen gekregen waar ik ook echt mega blij mee ben. Ik had dus laatst in mijn story had ik een winactie gedeeld dat je een paar Jordans kon winnen. En toen kreeg ik een DM van een meisje en toen zei ze, maar jij vindt Jordans toch helemaal niet leuk? En dat klopt. Echt een half jaar geleden of zo had ik geen afkeer tegen Jordans, maar letterlijk iedereen had ze en nog steeds. Maar daardoor vond ik ze gewoon niet leuk en ik vond ze sowieso niet echt iets voor mij. Maar toen zag ik deze kleurencombinatie en toen dacht ik echt, oh my god, ik moet deze echt hebben. En deze heb ik dus van Miel voor de kerst gekregen. Ik ben hier zo, zo blij mee. Volgens mij zijn het
Volgens mij heet ze iets met orange of zo. Er staat hier in ieder geval Nike Air Jordan 1 Mid. Maar volgens mij is de kleur iets met Balance Orange of zo. Ik heb geen idee. In ieder geval iets met orange. Maar ik vind ze zo mooi. Het zwarte is dus van Velvet. En het witte, of dat crème en dat roze, is ook volgens mij een beetje van Velvet. Maar ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Ik heb ze in een maatje 36. En ik heb ze dus van Mila gekregen en van Miu's moeder. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Mijn oom is net 30 seconds komen brengen. Zodat we weer facetimend 30 seconds kunnen spelen. Gisteravond zijn we dus ook facetimend ander soort spel. Ook soort 30 seconds gaan spelen. En dat was uiteindelijk wel heel erg leuk. Dus dat gaan we zo meteen weer doen. En voor vanavond hebben we Loetje besteld. Gaan we lekker biefstuk eten en patatjes. In plaats van uit eten gaan we gewoon lekker het eten naar ons toe halen. En dan morgen gaan we volgens mij gourmetten. Dat wordt nog wel een beetje een lastig dingetje voor mij in mijn kamer. Maar we hebben op zich wel twee gourmetplaten. Dus misschien zetten we hier gewoon een gourmetplaat neer. En dan FaceTime gourmetten of zo. Ik heb geen idee. Maar ik ben in ieder geval super blij met de cadeaus die ik heb gekregen. Ik ben ook zo blij met mijn ring. En ik wil dus zo graag die Dior choker ketting die zeg maar bij deze ring hoort. Maar ongeveer een jaar geleden was die volgens mij rond de 400 euro of zo. Oké, het was wel bizar veel geld voor een ketting. Maar toen had ik het er nog wel voor over. Toen, een tijdje geleden, een half jaar geleden of zo, is de prijs gestegen naar 500 euro. Toen zat ik ook nog te overwegen van, oké, zou ik het gewoon doen? Ik wil hem zo graag, bla bla. En nu is die 550. Hij gaat steeds meer richting de 600. Ik denk, ja, 600 voor een ketting. Dus ik twijfel echt heel erg. Maar nu ik die ring heb, wil ik eigenlijk ook zo graag die ketting. En ik vind dit doosje ook echt heel erg leuk. Zo'n soort van kerstspecial doosje. Oké, we gaan Loetje eten. Ze hebben Loetje gehaald en deze muts zat erbij. Zo, lekker biefstukje. Zo, daar ben ik weer. Het is vandaag maandag. Het afgelopen weekend heb ik eigenlijk gewoon niks gefilmd. Omdat ik natuurlijk gewoon letterlijk niks heb gedaan. Ik zit vandaag nog verplicht in quarantaine. Dan morgen moet ik 24 uur klachtvrij zijn. Dus morgen hield ik eigenlijk ook nog in quarantaine. Dus als ik dan morgen klachtvrij ben, dan mag ik woensdag weer naar buiten. Mijn vader heeft vanmorgen een test gedaan. Want dat was dan 5 dagen geleden nadat hij mij had gezien. En je kan natuurlijk nog maar 5 dagen corona krijgen. Dus het was het meest effectief als hij vandaag een test zou doen. Nou, hij had een sneltest gedaan. Dus hij had ook al de uitslag. En die is negatief gelukkig. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dat hij geen corona heeft. Milan heeft ook vanmorgen een test gedaan. Maar dat was een normale test. Dus die wacht nog op de uitslag. Ze hopen ook dat die negatief is. Zodat we gewoon normaal oud en nieuw kunnen vieren. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Afgelopen weekend heb ik natuurlijk niet gefilmd. En ik kan nu een soort van geforceerd mijn kamer gaan zitten opruimen. En dat filmen om de vlog leuker te maken. Maar ik heb er eigenlijk gewoon de energie niet echt heel erg voor. En ook niet echt heel veel zin eerlijk gezegd om op te ruimen. Dus sorry, maar dat ga ik ook niet doen. Ik wil natuurlijk niet dat het een saaie vlog is. Maar ik heb letterlijk heel de week van deze vlog binnen verplicht gezeten. Dus heel veel leuker heb ik het ook niet echt kunnen maken. Ik voelde me de eerste 2 dagen gewoon normaal eigenlijk. Maar gisteren was ik wel echt heel moe. En die dag ervoor was ik ook echt heel moe. Omdat je doet natuurlijk ook gewoon niks. Daar word je ook moe van. En het schijnt dus ook een bijwerking te zijn van corona. Dus ja, ik had eigenlijk gewoon niet zo heel veel energie. Ik heb nu ook weer voor het eerst eventjes make-up op. Gisteren en eergisteren heb ik gewoon heel de dag in mijn badjas gezeten. Dus ja, vandaag neem ik nog wel eventjes in deze vlog mee. Omdat ik volgende week gewoon het liefst een corona-vrije weekvlog wil hebben. Dus ik neem jullie vandaag wel nog een beetje mee. Maar ook vandaag ga ik weer niks doen. Ik ga vandaag wel lekker couscous eten. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik moet mijn vlog bewerken vandaag. Ik heb heel de ochtend Reiners filmpjes zitten kijken. Oh, en ik heb nog iets binnengekregen. Ik had namelijk iets besteld bij de Douglas. En dat was vanmorgen binnengekomen. En dat is deze Retro Matte Liquid Lip Color van MAC. En dat is in de kleur Lady Be Good. En die hebben de Reiners zusjes dus altijd. En ik ben de afgelopen dagen echt samen met Keir helemaal opnieuw obsessed weer door hun. Dus deze wilde ik hebben. Niet dat ik dit vaak draag, maar ik dacht het is wel leuk om te hebben. En Keir en ik gaan dus binnenkort gaan we samen opmaken zoals Julia Marie Reiners. Gewoon
Daar hadden we zin in. Dat vonden we leuk. Dus dat gaan we binnenkort doen. En morgen, maar dat ga ik denk ik in mijn andere weekvlog meenemen. Of ik ga dat woensdag doen. Even kijken hoe en wat qua Milanse corona-uitslag. Hoe heet dat? Ga ik die keratinebehandeling in mijn haar doen bij mezelf? Ik had natuurlijk, of natuurlijk, afgelopen maart heb ik zo'n keratinebehandeling gedaan bij Julia. Maar ja, vanaf maart is mijn haar natuurlijk ook aardig gegroeid. En het gaat er ongeveer na 6, 7 maanden uit. Dus het is wel weer tijd om het opnieuw te doen. En ik heb die spullen nu thuis van haar gekregen, omdat zij het dus niet meer bij klanten doet. Maar we hadden die afspraak al best wel lang staan. Dus vandaar dat ze toen op had gestuurd naar mij, zodat ik het zelf kon doen. En dat ga ik dus morgen doen. Ik ga morgen ook weer lekker zelf bruinertje opdoen. Ik heb net eventjes die peeling van Ordinary opgedaan. Want als ik beneden zit bij mijn vader en mijn Miel, dan haal ik de hele tijd een mondkapje op. En begon zo erg te jeuken hieronder. Dat ik dacht, ik doe even lekker een peelingje op. Maar goed, ik ga verder filmpjes kijken in mijn bed. En dan zie ik jullie wel weer als er wat spannends in mijn leven gebeurt. Momenteel niet veel namelijk.